Aflevering 3. De smaak van water. Levi, wat doe je nu? Dat drankje is helemaal niet goed voor je. Echt hoor, er zitten allemaal suikers in die heel slecht voor je zijn. Geloof je me niet? Kom maar mee, ik zal het je bewijzen. Hallo. Hallo. Hoi, ik ben Willy. En dat is Wevi. Dag Wevi, dag Willy. Hoi, wie ben jij? Ik ben Mariella. En wat doe jij? Ik ben kinderdiëtist. Nou, dan moeten we bij jou zijn, want Wevi wilde dit gaan drinken. Ja, lekker of niet? Maar dat is toch helemaal niet gezond? Nee, klopt, klopt. Zal ik je laten zien waarom dat niet gezond is? Helemaal goed, kom maar mee. Ja, Wevi, ik snap eigenlijk wel dat jij die cola hartstikke lekker vindt. Want die cola die is natuurlijk ook een beetje zoet. En dat vinden we vaak heel lekker. En weet, heb je enig idee waarom die cola zo zoet is? Ik weet het, met suiker? Heel goed, heel goed. En ik denk dat er ook meer suiker in zit dan dat jij eigenlijk verwacht. Want hoeveel suikerklontjes denk jij dat er in dit flesje cola zitten? Heb jij een idee, Wevi? 2? Ik denk wel 3. Jij denkt wel 3? Ik denk wel 3. Nou, zal ik jullie dan eens laten zien hoeveel suikerklontjes hier echt in zitten? Misschien kunnen jullie meetellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 suikerklontjes. Zoveel? Zoveel. In één zo'n flesje cola. Dus als ik deze heb opgedronken, dan heb ik 14 suikerklontjes. 14 suikerklontjes, Wevi. Dus dat is waarom het niet zo gezond is. Oh. En weet je, dat is niet alleen bij cola zo, maar dat is bij heel veel drankjes zo die wij eigenlijk best lekker vinden. Kom maar eens mee, dan laat ik je wat andere drankjes zien. Want deze ken je misschien ook wel. De Wiki, vind je die lekker? Ja, hè? En hoeveel suikerklontjes denk je dat daarin zitten? Helemaal geen suiker. Nou, en denk jij dat ook? Nee, ik denk misschien wel 1. Jij denkt wel 1. En hoeveel denk je dan dat er in chocolademelk zit? Als jij zo'n lekker pakje chocolademelk meeneemt, dat is wel heel lekker. Hoeveel klontjes suiker denk je dat daarin zit? 3? Zie ik dat goed? 3 suikerklontjes, denk jij dat ook? Ja, ik denk ook 3. Oké. Best lastig hè, om te gokken aan de buitenkant gok maar, hoeveel erin zit. Ik weet het helemaal niet. Nou, dat is ook hartstikke moeilijk om aan de buitenkant te zien, want eigenlijk kun je dat ook niet zien. Zal ik jullie gewoon eens de goede antwoorden laten zien? Ja. Hoeveel suikers hierin zitten? Dat pakje Wiki, daar zit niet 1 suikerklontje in, maar daar zitten er nou, eigenlijk 3,5 in. Maar die chocolademelk, die ik volgens mij iedereen ook wel lekker vindt. Daar zitten er niet 3 in. Maar moet je eens kijken, daar zitten er wel 6 in. Oh, dat 6 suikerklontjes. Dan heb ik hier ook nog een flesje sportdrank staan. Dat is ook zo heel lekker. Heel veel kinderen ook wel lekker. En zo'n sportdrankje, daar ga ik even heel snel doen. Want weet je hoeveel suikerklontjes daarin zitten? Dit waren er 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 suikerklontjes. 12 suikerklontjes. Dus als jij lekker een wedstrijdje hebt gevoetbald of een uurtje hebt gezwommen en je drinkt daarna zo'n flesje leeg, heb je meteen al 12 suikerklontjes binnen. Zo. En wat denken jullie dan van de appelsap? Nou, dat is gezonder als van appels. Dat is van appels gemaakt, ja. Ja, toch? Ja, ik hoor dat dat heel veel wordt gedacht. En op zich heb je ook wel gelijk, want het wordt ook van appels gemaakt. Maar wist je dat je best wel heel veel appels nodig hebt om zo'n pakje appelsap te vullen? Hoeveel? Ik denk voor 1 zo'n pakje wel een stuk of 4 appels. En dat betekent dus ook, ja. En dat betekent dus ook dat er dan veel meer suiker in zit. Want ook in die appelsap, en dat had je misschien niet gedacht, zitten wel ruim 5 suikerklontjes. Oeh. Dat is allemaal wel veel suikerklontjes bij elkaar zo. Dat is veel suikerklontjes. Dan heb ik er nog 1 staan, want dit wordt volgens mij heel veel gedronken. Dit zijn
Raya. Dat hoor ik tenminste heel vaak, dat kinderen dat heel lekker vinden. Dat doe je altijd een laagje in een bekertje en dan doe je er daarna water bij. Mm-hmm. Hoeveel suikerklontjes denk je dan dat er in zo'n glaasje limonade zit? Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoeveel limonade je erin doet. Ja, dat vind ik een goeie. Wat denk jij, Wavy? Je weet het niet? Nee. Ik weet het eigenlijk ook niet. Jullie weten het niet. Nou, dat snap ik. Zal ik het je laten zien? Want één zo'n glaasje limonade zitten ruim 4 suikerklontjes gewoon in. Gewoon één glaasje? Eén glaasje en dan doe je ongeveer zo'n vinger siroop erin. Dus 1 deel siroop en dan 7 keer zoveel water erbij. Oeh. Ja, en nou denk je misschien, weet je, het is wel veel, maar eigenlijk valt het ook nog wel mee. Maar hoeveel klontjes suiker zitten er in water, denken jullie? Ik weet het niet. 1 misschien? Of misschien wel 0? Jij denkt 0? Ja. Nou, hartstikke goed hoor, Wavy, want water, daar zit helemaal geen suiker in. Helemaal niet. Hey, en nou denk je misschien 4 suikerklontjes in zo'n glaasje limonade. Ach, dat valt best wel mee. Maar weet je dat je dan na 1 maand met 1 glaasje Raya per dag al deze suikerklontjes binnenkrijgt? Dit zijn er 147. Wow, dat is veel. En andersom natuurlijk ook, hè. Als je nou zegt van ik ga een glaasje limonade vervangen door water, en dat doe ik 1 keer per dag, dan heb je na een maand dus zoveel suiker minder binnengekregen. Ah, dat is slim. Ja, want vind je water drinken lekker? Oh. Ja. Nou, dat scheelt, want ik hoor ook nog wel eens dat kinderen het niet zo lekker vinden. Nee, ik vind het ook niet vies of zo, maar ik vind het ook niet echt lekker. Nee. Het heeft niet echt heel veel smaakjes of Het is wat minder zoet, hè, want die suiker die maakt vaak het drinken even wat zoeter. En dat vinden heel veel kinderen wel lekker. Ja. Wat ik wel vaak als tip geef, is dat je voordat je iets lekker vindt, dat je het gewoon echt wel heel vaak moet proeven. En dat is misschien bij spruitjes zo. Dat vond je misschien niet meteen lekker. Nee. Of misschien vind je dat nog steeds stiekem wel niet zo lekker. Maar dat was vroeger ook zo. Toen je alles ging proeven, moest je het vaak proberen. Dus eigenlijk met water drinken ook zo. Maar als je dat nou in het begin echt niet lukt, dan geef ik vaak de tip om het water wat lekkerder te maken. Door bijvoorbeeld er wat fruit in te doen. Oh ja. Ik heb hier een fruitmixje staan. Je kan ook zeggen, normaal doe ik altijd zoveel limonade erin, maar ik ga het in kleine stapjes ga ik het proberen steeds wat minder zoet te maken, zodat ik daaraan kan wennen. En wat ook een goeie is, die appelsap, daar zitten 6 suikerklontjes in, dus dat is best veel, dat je daar niet een heel glas van doet, maar dat je zegt van, ik doe bijvoorbeeld een derde appelsap erin en voor de rest doe ik er water bij. Dan heb je niet 6, maar misschien 2 suikerklontjes. Dat is een goeie. Zullen we anders eens wat gaan proeven? Ja, ik wou net gaan vragen. Ik heb wel zinnen gekregen. Nou, gaan we doen. Ik geef jou vast wat. Lekker water met wat sinaasappel, wat citroen en wat munt. Ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt? Dat is best lekker. Lekker fris. Proef maar, Wavy. En eigenlijk kun je dit met heel veel verschillende soorten fruit maken, hè? Ik heb het nu met sinaasappel en citroen gemaakt, omdat ik dat heel lekker vind. Maar misschien heb jij wel een heel ander idee. Zou het ook lekker zijn met ananas? Heel lekker. Of heel komkommer lekker. Bijvoorbeeld? Komkommer kan ook. Ja, gewoon wat sliertjes komkommer of wat schijfjes komkommer in water. Lekker. Lekker fris. Absoluut. Maar misschien kunnen we ook de kinderen vragen of jullie een goed idee hebben wat jullie lekker fruitwater zouden vinden. Dat vind ik een goeie, Wavy. Wat vind jij? Ja, hè? Hey, stuur jouw beste recept voor een lekker glaasje water naar dit e-mailadres. En wie weet, misschien win je dan wel wat leuks. Nou, Marielle, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En kijk, Wavy, voor jou een lekker flesje water, alsjeblieft. Kijk eens aan, dan kun je die drinken en dan kan deze gewoon lekker de prullenbak in. Kom, Wavy, we gaan. Dankjewel. Doeg. Zo, Wavy, dat was interessant, hè? En nu heb je ook nog een gezond drankje waarmee je dorst kunt lessen. Hey, trouwens, je was toch zo gezond aan het sporten, hè? Wedstrijdje doen? Wie als eerst bij het water is.